dit vind ik niet leuk. Nog één dag na de bizarre vondst van dit jonge katertje is al een nieuw thuis gevonden. Het diertje was gedumpt in een afvalcontainer in Schagen en overgebracht naar de dierenopvang in Tuitjehoorn. Yvonne van Zwam, vrijwilliger bij de dierenopvang, was op slag verliefd. Ja, kom maar. Kom maar. Goed zo. Ja, het is zo zielig. Hoe kan iemand nou zo'n klein diertje in een vuilniszak in de vuilnisbak gooien? Gelukkig is er nogal een krijser, waardoor hij gehoord is. Hij is eruit. En dan gaat hij met mij mee als pleegkind. Hij moet even nog helemaal met de fles verder grootgebracht worden. Hij heeft nog heel veel aandacht nodig. We schatten hem een week of 5. Je was meteen verliefd. Ja, ik zag alleen nog maar de foto. Het was al klaar. En we zijn allemaal zeer begaan met zo'n diertje hoor. Maar hij is wel heel bewegelijk. Heel sterk ook, hè? Ja, absoluut. Ja, maar dat komt allemaal wel goed. Hij is natuurlijk verslag. Wat er allemaal gebeurd is. Ja, je wordt ergens ingegooid, je wordt eruit gehaald, je wordt weer ergens gebracht. En je bent je moeder en eventuele broertjes of zusjes weg. Dat is erg.